Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Het is vandaag maandag en morgen heb ik mijn verdediging van mijn scriptie en mijn eindassessment. Wat 100 minuten in totaal duurt. 100 minuten, holy shit. Niet normaal. Niet normaal. Dus daar heb ik vandaag een beetje voorbereiding voor gedaan. Daarom ben ik gewoon klaar met school. Volgende week ga ik beginnen met werken. Voor de mensen die me niet weten. Ik heb stage gelopen bij mijn eigen management, Hapse Lewis. En daar ga ik nu ook part-time werken. Omdat ik niet elke dag met mijn lawyer hier thuis zou zitten en influencen. Ja, nee. Ik wil gewoon werkervaring opdoen. Het echte leventje gaat beginnen. Nee, super vet. Je komt toch alweer gewoon ja, in een andere werkvibe als je gewoon 2 dagen naar kantoor gaat. Anders kom je denk ik thuis echt in de sleur. Wat ik tijdens corona bijvoorbeeld heel erg had. Dus dat heeft me laten zien dat ik dat niet wil. Dus ik kan niet wachten om daar lekker te gaan te beginnen en te werken. Weet ik het allemaal. En ik ga nu een matcha latte maken. Want ik heb daar zin in. Ik kan helemaal in de uitspraak. Wat doe ik nou weer? Er is een heel leuk pakketje binnengekomen. Heb ik op Amazon besteld. En het zijn pumpkin spice kruiden. Hoe noem je dat? Ja, kruiden. Dat je een pumpkin spice latte kan maken. Of bijvoorbeeld in een taart. Ik wil sowieso nog een keer die pompoentaart maken. Hoe lekker is dit dan? Dus ik ben heel erg benieuwd hiernaar. Of dit zeg maar ook echt zo lekker is en smaakt. Zoals men zegt. Kijk, hier is het. Pumpkin spice. Dus ik ga hier een TikTok video van maken. Dat ik die pumpkin spice latte ga maken. Het ruikt heel kruidig. Het ruikt heel raar. Heel peperig. Nou, misschien als ik het in een koffietje maak met wat vanillearoma en zoetstof en zo. Wordt het wel lekker, we gaan het zien. Maar to be continued. Ik ben lekker in bad geweest. Toen heb ik lekker daarna mijn skincare gedaan. I love it. Mijn haar is echt een mess. Ik ben echt vet, vet zenuwachtig voor morgen. Morgen, als ik morgen haal, jongens, dan ben ik gewoon klaar met school. Echt, wat de shitty. Is toch niet normaal? Is toch niet normaal? Hallo allemaal, het is vandaag dinsdag en ik heb zometeen mijn verdediging. Ik heb hem helemaal klaargemaakt. Leuke krullies in. Make-upje op. Dit is de look. Dit superleuke korte blazertje heb ik dus van Worst Behavior. Hoe vet is deze? Dan gewoon een topje eronder en deze broek van Naked. Schoenen gewoon wel een beetje stylish en netjes. Dus ja, ik heb echt op een hele slimme manier dit keer mijn haar gekruld. Maar het zit gewoon net zo goed. Dus ik ga voortaan dit gewoon doen. Maar goed, ik ga mijn spullen pakken en dan ga ik erheen. Zo zenuwachtig, oh my god. Alright, ik ben in Amsterdam. Ik heb mijn auto geparkeerd. Lekker dicht bij school. Ik had zo gezin in het OV. Oh, het is zo fucking koud. Ik heb ook geen jas aan. Helemaal dom weer dit. Maar goed. Oh my god, jongens. Oh my god. Ik heb het gehaald. Ik heb het gewoon gehaald met 2 zevens. Oh my god. Ik ben zo opgelucht. Ik ben zo blij. Ik ben echt, nou, niet normaal hoe ik mij nu voel. Het is gewoon niet normaal. Echt. Wat goed. Ik moet het even allemaal laten bezinken, want ik kan het gewoon echt even niet beseffen. Ik heb echt een geweldig pakket ontvangen van Worst Behavior. Ik ga dit pak nu even aandoen. Want ik heb het koud. Een uitgebreide shoplog staat op TikTok. Wat is dit top zeg. Ik ga lekker mijn make-up eraf halen. En lekker een serietje kijken in bed. Met een rood wijntje. Mijn leven kan niet beter. Zoveel lieve reacties van jullie allemaal ontvangen. Ik had op mijn story natuurlijk gezet dat ik helemaal afgestuurd ben. En zoveel lieve reacties ontvangen. Echt. I love your support. Dat is echt niet normaal. Het voelt echt alsof ik mijn leven weer een beetje terugkrijg. Nieuw start. Hoe chill is dit pak? Even serie. Ik wil er gewoon in wonen.
Ik zie er ongelooflijk belachelijk uit. Want ik heb wat rollers in mijn haar gedaan. Wat ik pas had gekocht bij de Primark. Maar ik weet niet of het werkt. Dus ik ga even kijken of het een keer werkt. I need another one. En ik ga even make-up eraf halen. Want die ben ik helemaal zat. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag woensdag. Het is 8 uur. En ik ga lekker sporten. Ik ga Isabel straks ophalen. Ik ga lekker sporten. En verder ook werken vandaag. Voor mezelf. Alright, ik heb even lekker gedoucht. Haartjes gewassen. Heerly. De peerly. En ik moet nu 2 video's editen. Oké, wat echt leuk is. Ik weet niet of ik dit al heb verteld. Ik ga vanavond een video filmen. Slechtst versus best thuisbezorgd beoordeelde restaurant. Wow. Dus ik heb daar net het eten voor besteld. Ik ben echt heel erg benieuwd. Maar we gaan het zien. Ik ga nu een pumpkin spice latte maken. Want ik heb dus die pumpkin kruiden. Dus ik ben heel benieuwd of dat lekker is met een koffietje. We gaan het proberen. En we gaan het maken. We need a glass. Pumpkin. We gaan even een koffietje zetten natuurlijk. Ik heb havermelk. Persoonlijk het lekkerst. Dus dat gaan we even opschuimen. Daar doe ik altijd een beetje de zoetstof in. Doe ik 4 druppeltjes. Ja, dan gaan we een beetje poeder in een koffiekopje doen ofzo. Ik heb echt geen idee hoeveel dan en zo. Nou, ik doe maar niet te veel, want volgens mij is het best wel heftige kruiden. Doe een klein theelepeltje. Oké. Geen idee of dit lekker gaat zijn. Veel geld kost dat. Echt 9 euro voor een deze potje met kruiden. Ja. Als iets met pumpkin spice is, dan ben ik natuurlijk alweer verkocht. Doe denk ik ook een heel klein beetje koek- en speculatiekruiden in. Hier gaan we het even mee mengen. Gaat de melk erbij. Ik ben heel benieuwd of dit wat gaat worden. Nee. Dit smaakt niet naar pumpkin spice. Ik weet niet wat waar het wel naar smaakt. Het is niet vies, ik drink het gewoon op. Maar ik denk dat je gewoon zo'n siroopje nodig hebt. Maar dat wil ik niet, want er zijn veel suikers. I don't want a lot of sugar. I thought I had a life hack. Oké, het is inmiddels 7:15. Ik ben klaar met het filmen van de video. Dat was echt niet normaal. 1 restaurant was echt niet normaal. Dat was nooit zo lekker. Dat gegeten gewoon. Jullie moeten de video kijken. Ik denk dat de video nog niet online staat. Ja, hij staat online. Als deze video online staat, staat hij vrijdag online. Dus deze staat voor jullie nu woensdag. Ik weet niet op dag je kijkt. Maar die vrijdag erna komt hij online. Heel leuk. Oeh. Glowy skin. Ik heb heel de avond precies niks gedaan. Nou, weet je. Zo. Even overplicht. Dat is helemaal niet erg. Dat is hartstikke geweldig. De laatste partij, de laatste paar avonden, sinds ik eigenlijk gewoon geen school meer heb, doe ik gewoon helemaal niks naar. Of ik zit alleen maar op TikTok en dat vind ik eigenlijk ook weer een soort kut. Dus ik moet eigenlijk ook gewoon leuke dingen gaan doen. Ik moet gewoon series kijken. Maar ik heb gewoon, ik ben zo verslaafd aan TikTok, aan die korte video's, dat ik gewoon geen concentratie meer heb voor een serie. Ja, ik moet gewoon een leuke serie kijken, dan komt het wel goed. Ik heb dus altijd deze speldjes in mijn haar. Zo, als ik mijn skincare ga doen. Maar vergeet ik ze altijd uit te doen. Trouwens, echt vet awkward vandaag was. Ik ging die mukbang opnemen. En ik zat echt helemaal in dat videoverhaal. En die man die dat eten kwam brengen, die zat echt 3 keer zo. Hi, hallo. Maar ik dacht dat ik gewoon op straat 2 mensen hallo tegen elkaar hoorde zeggen. Hij stond dus gewoon echt al 2 minuten te kijken. Terwijl ik echt super hard tegen die camera aan het praten was. Misschien kan ik wel een clip ervan in doen. Ik weet nou niet of ik filmde. En je ziet hem echt zo. Oh, ja. Zo awkward. Die man dacht echt, wat is ze aan het doen? Maar ja, weet je, we leven in 2022. Jezelf filmen is niet meer het raarste wat er gebeurt. Ik heb gewoon zoveel zin weer om lekker content te maken. Leuke video's, mukbangs. Zo de smaak te pakken. Maar kijk, weet je wat het is? Ik lag er gewoon bijna een jaar uit, hè. Eerst een half jaar mijn scriptie en je half jaar daarvoor mijn stage. Dus ik heb ook echt bijna een jaar weer heel weinig kunnen doen. Daardoor heb ik ook een jaar bijna niet gegroeid. Omdat ik natuurlijk gewoon weinig aan deed. Dus het is logisch dat je niet groeit. Dus ik hoop nu ik er weer een beetje veel tijd en moeite in steek, ik wel weer een beetje kan groeien. Goedemorgen allemaal. Het is donderdag al. Wow. Ik moest even naar
Ik ga zo meteen even een rondje lopen en berg eerst een koffietje drinken. Maar kijk hoe mooi de lucht is. Wauw. I love it. I love it. Ik heb lekker mijn bedje opgemaakt. Ik ga even een koffietje drinken. Ik kwam een mega pakket binnen. Laten we hem even openmaken. Ik weet niet helemaal hoe het is. Holy shit. Wat is dit nou? Oh, chocola. Van Ritter. Ken je dat? Ja. Oh joh. Is dat achter wat erin zit? Nee, nee. Confetti popper. En een knuffel. Cute. Het is inmiddels 11 uur. Ik heb een beetje de dingen op de computer helemaal af. Ik ga me even omkleden van dit badjas naar een outfit. Ik ga een beetje mijn make-up doen. Ik zat eraan te denken om een video te filmen. Misschien wil ik ook wel even naar de Action hier in de buurt. Vind ik ook wel even leuk. Ik ga me helemaal ready maken. Want ik ga vanavond heel luxe eten. Bij Secret Garden. Zin in. Wel pas om 9:30, dus daarvoor gaan we waarschijnlijk ook wel wat eten. Ik heb me opgemaakt. Een beetje smoky eye met een liner geprobeerd. En mijn haar, maar dat is echt nog heel... Het moet iets meer uitzakken, maar dat komt wel. Ik heb het al uitgeborsteld, maar ja, gaat weer zo terug. Even naar mijn to-do-list kijken. Ik heb even een heerlijke pokeball gemaakt met wat leftovers. Ik hoop dat hij lekker is in ieder geval. Ik ben echt team pokeball mixen, zeg maar. Hij is ook met sla. Lekker spicy. Hussel de ingrediënten door elkaar. Ik kan er echt niet tegen. Als dat zeg maar niet zo is. Als je alles zo'n hapje moet nemen. Je moet toch lekker die saus, lekker alles door elkaar gemixt. What a treat. Er zit wortel, edamame boontjes, zalm, sla, rijst, avocado, komkommer, spicy mayo, sojasaus, wasabi, teriyaki saus. Dat was wel zo'n beetje eigenlijk. Super yummy. Alright, het is inmiddels 9:30. Ik heb een video gefilmd van de... Zo, mijn krullen zitten echt nog goed. Hoe is het? Van de adventkalender. En ik dacht misschien is het wel leuk om nu even naar de Action te gaan. Ik heb geen dingen wat ik per se moet kopen. Maar misschien kom ik wel eens leuk zeggen. Dus let's go. Ik heb een paar dingetjes niet echt nodig, maar... Misschien iets van organizing stuff. Voor lekker werken, notitieblokjes en zo. Dus ik ga er even naar kijken. En misschien nog wat leuke herfstdingetjes. En als ik iets leuks vind, dan ga ik kopen. En anders ga ik jullie leuke dingen laten zien. Dus let's go! Hi, back to voiceover Sarah. Ik dacht, ik heb er wat beelden gefilmd en ik praat er even bij. Ik zag deze superleuke krukjes en tafeltjes. En deze vet handige opberging allemaal. Ik was echt vet enthousiast. En deze vond ik echt heel leuk voor mijn skincare, dus die had ik ook meegenomen. Ze hadden ook allemaal leuke sieradendoosjes en zo. Echt vet handige organizing stuff. So, I really liked it. Ook lagen er weer de adventskalenders. Always a treat. En mijn moeder had dit dus weggegooid, maar was mijn tijd... Zo, volgens mij vertelde dat ook in de vlog. Maar ik had wel weer nieuwe nodig. En ze hadden leuk allemaal van die bewaarjars en mokken en... Kaars en de kaarsen waren echt goedkoop. Het is echt zo'n mega huge kaars. Wat echt 8 euro of 6 euro. Dus zoals je hier ziet. En normaal is dat eigenlijk 30 euro. Verder is ook allemaal leuke doosjes waar je zeg maar cadeautjes in kan doen. Voor onder de kerstboom of met Sinterklaas. Of course kerstversiering. Vind ik altijd leuk om doorheen te kijken. En zag ik wat eten. Ja, ik moet natuurlijk altijd bij het eten kijken. Het kan niet mij zijn zonder eten. Dus dat. Alright, ik ben bij de Action geweest. Ik heb wat dingetjes kunnen scoren wat super handig en chill is. Ik ga nu naar huis, ga ik het aan jullie laten zien. En dan moet ik me snel gaan omkleden en zo. En dan weg. Even kijken hoe laat ik nou weg moet. Ik ben terug en je kon het al wel een beetje in de beelden zien wat ik had gehaald. Als eerst dit super schattige treetje. Hier ga ik al mijn skincare op zetten. Dan dit muffin vorm ding, want ik bak nog wel eens wat.
En mijn moeder heeft dit dus weggegooid. Ik weet ook niet waarom, maar ik heb hem weer. Toen zag ik dit. Zero pasta. Hier zitten maar 9 calorieën in per 100 gram. Heel benieuwd of dit te frozen is. En anders, nou, weet je dat ook weer. En dit sieradenbakje, want ik wil even gewoon mijn daily sieraden ook op mijn bureau hebben. Dat ik dat gewoon een beetje makkelijk kan afwisselen in zo'n I like the black aesthetic. Nou, ik ben helemaal ready. Ik heb mijn jas al aan, maar ik heb een lange zwarte off the shoulder strakke dress aan. Met deze hakken. Kun je het zien? Zo. En ik weet nog niet hoe laat ik weg moet. Wacht. Ik moet even Samantha bellen, want het gaat heel fout. Voor de echte, echte, echte fans die mij echt al sinds way back volgen, die kennen Samantha. Hi. En ik ben weer met mijn schatty. Zo leuk. We hebben dus gereserveerd bij Secret Garden. En ik ben echt scared aan het vloggen op mijn telefoon. I know. Maar ik ben mijn vlogkamer vergeten. In ieder geval ben ik hem niet vergeten. Maar ik had make-up mee. En dat... Oh, jij moet mee. Ja, voor jou. En dit past niet meer in de tas. Dus dan maar met de telefoon. Prioriteit. Ja, we hebben een wijntje. Dus wij zijn al lang blij. En we gaan dus naar Secret Garden. Ik heb het van TikTok. Ja, ik ken iemand die daar is geweest. En sindsdien moet ik erheen, dus ik ben heel benieuwd. Maar we zouden dus eerst om 9:45 gaan. We hebben net gebeld en kunnen om 7:45 al. Dus het is echt heel beter. Anders zit je daar net een uurtje en dan ben je het alweer zat. Want dan is het al laat en dan... Dan gaan we met de Uber, want we willen niet lopen. Ja, we gaan van hier. De Uber moet van hier. Van hier een Uber pakken naar daar. Nou ja, weet je, boeien. Oh my god, jongens. Dit zijn mac and cheese kroketjes. Dat is toch geweldig. Nou... Daar gaan we weer. Daar gaan we weer. Het is wel leuk hoor. Ik we vind gaan onze... nu door naar de next restaurant. Dit is de latest fashion trend. Jongens, we zijn binnen. Het is hier zo leuk. Oh my god, so cute. I love it. Oké, we hebben een gin tonic. En een glas champagne. Cheers. Laten we proosten. Hallo, hallo, het is vrijdag en het is 1 uur en ik heb alweer haast en ik kom er weer tijd tekort. Ik ga nu sporten, maar ik moet om 4 uur in Amsterdam zijn. Moet me daar nog klaarmaken, omkleden, weet ik het allemaal. Dus ik denk dat ik het allemaal weer niet ga halen, want ik moet 3 uur van huis uit. Dus heb ik nog 2 uur en ik wil eigenlijk al 1,5 uur sporten, dus dat gaat hem al niet worden. En ik heb heel de ochtend zitten kloten en niks gedaan en altijd... Ik ben niet scherp. Last minute. Heb ik altijd weer stress. Dus gaan even snel, een uurtje snel knallen in de gym. En dan gaan we door met planning. Hallo allemaal. Het is inmiddels 3:15. Ik heb geraced voor mijn leven. I made it. Maar nu is de bus te laat. Ik heb echt vet hard gewoon thuis geraced. Staan hier is je bus weer te laat. Even bijkomen hoor. Ik hoop dat ik alles heb. Volgens mij van de vorm echt de helft vergeten. Maar weet je, kunnen we niks aan doen. Ik hoop dat die bus ook al snel is. Ik moet nog een kaart schrijven, dus ik heb een kaart mee. En een pen. Dat ga ik in de bus doen. Hoe dan? Hè? Ik heb gedoucht. Onze benen en alles geschoren. Haar een beetje bijgevuld. Omgekleed, outfit. Nou, niet normaal. Niet normaal. Ik moet wel plassen, maar. We moeten mij even houden. Jongens, voor de. Ja, again. Voor de mensen die. Ik zei het gisteren ook op de Samantha. Voor de mensen die echt. Hoe noem je dat? Lang kijken, de trouwe. De OG's. De OG's zijn. Die kennen Anna en Marel wel. Zijn mijn schatjes van de opleiding. We zijn lekker uit eten. Bij. Hoe smeekt het? Noosh. Noeg. Helemaal leuk. Maar we wachten op de sushi. En we cannot wait. En we hebben lekker wijn. Ja, helemaal. Jij hebt lekker glas kapot gegooid. Ja, ik heb glas wijn kapot gegooid, maar maakt het helemaal niet uit. Ik zou deze even leggen, hè?
Ach ja, we zijn weer... Nou, ik weet niet, maar... Staat er rood? Rek? Ja, rek. Ja. Hallo, rek. Nou, wij doen niet hoger. We hebben een idee. Kunnen we toch vasthouden? Wij doen Kijk, ik kan het helemaal niet. Maar we kunnen toch even dat we zelf een introducee doen. Ja. Wij doen een introducee. Wij doen even een introducee. Ja. Nou, we doen een vlog take over. Wij doen even een vlog take over. Wij hebben dus met z'n tweeën een podcast. Superleuk. Even zelf promo. Hij is heel leuk. Even zelf promo. Van betrouwbare bronnen. We hebben betrouwbare bronnen voordat het dus best wel leuk is. Het heet Decibel. Decibel. En we hebben binnenkort een special guest. Ja, en we gaan nog niet vertellen wie het is. Surprise wie het is. Ik weet het. Ik ben niet goed gefilmd. Moet iemand nog voelen? Maar. Nee, dank je. Maar, mocht je leuke vragen hebben voor Saar of voor ons, kan natuurlijk ook. Nee, we kunnen wel op een story zetten van heb je leuke vragen voor ondernemers, ondernemerschap. Nou, dat gaan we helemaal doen en dan komen we bij jou, want we zijn nog nooit bij jou geweest. Nee, ik ben ook nog bij jou geweest. Ik ben ook geen professionele vlogger. Nee, maar wij zijn ook geen vloggers, wij zijn Wij zijn nog nooit bij jou thuis geweest. Nee. Ja, dan gaan we bij mij, leuk. Dus dat kunnen jullie binnenkort verwachten. Ik wil hem even neerzetten. Want de echte trouwe kijkers weten dat zij ook een 10K-challenge met Sarah zeggen. Dat heeft ze nooit gedaan. Heb gezegd dan? Ja, zo heel 10 miljard. In die dronken Q&A. Dat heb gezegd. Comment alsjeblieft onder deze video als je de drunk Q&A nog kent. Ja, dat zou ik zeggen. Dan raak je mij echt. Ja. Dat zou ik echt top vinden. Dan raak je ons echt. Ja. Nee, maar dat kunnen jullie verwachten. Ja. Dat lijkt me zo leuk. Dat is leuk. Dat gaan we zo meteen inplannen. Ja, meteen inplannen. Ja. Anders gaat het natuurlijk weer helemaal fout. Dit gaat natuurlijk helemaal niet. Oké, die jij maar. Ja, gek. Eindelijk. De helft is al op. Maar ja, we waren eindelijk vergeten. We hebben 10 jaar. Anderhalf uur gewacht. Ja. Ongeveer. Ongeveer. Maar het is niet om aangekomen of zo. Maar ja, dat is het. It is delicious. Dat zo. Ja, het is wel lekker. Even close-up. Ik ging net even naar mijn hoofd kijken. Een mooie beauty shop. Beauty shop. Ja, die dooi ook hier liggen. Maar die zien er voor ook leuk uit. Ja. Dat is een goede angle. Dat doe ik zo. Dit is creative business. Kijk, en dat doe ik zo. Ja, dat gewoon wel goed. Creative. Wat is dat? Doe ik zo. Nee, ik wil eerlijk dit zo, ja. Oh, kom maar. Oké. Zo waanzinnig. Bro, kan ik niet inzoomen? Ik moet zoomen nou. Ik probeer in te zoomen. Werkt dat toch niet? Waar kan ik inzoomen? Ja. Oh ja, kijk, daar gaat hij. Oh, wel mooi scherp nu, hè? Ja, heel mooi. Ja. You such a beauty. Oh. You go, girl. Ik heb ook een heel mooi mos met hier. Met het broccolibos. Doe eens bij het broccolibos. Nee, dit is stokken. Saar, papa, je moet grappen. Oh, wacht, ik moet de andere kant op zoomen. Oh, je batterij is bijna leeg. Oh nee. Dat is stom. Heel. Ja, uit. Nou, batterij. Nou, doe het wel altijd nog wat. Hallo allemaal, ik ben inmiddels thuis. Het was echt zo'n gezellige avond weer. I love it. Het is nu bijna 2 uur. Ik moest helaas wel naar huis, want anders was het echt gezeik met OV-aansluiting en zo. Dus ik ben echt wel blij dat ik nu thuis ben. Maar aan de andere kant was het wel jammer dat ik dan zomaar op tijd weg moest gaan. Het enige gezeik aan OV is dat je echt aan een bepaalde tijd moet houden. Want als we deken, dus 2 uur over en nu heb ik er 3 kwartier over gedaan. Dus dat. Ik ga even voor een simpele skincare. Ik ga voor de Midnight Recovery. I Need It. Van Kiehl's. Dit is een wat vettigere serum, zeg maar. Dit is wel olieachtig. Best wel shiny. Maar wel heel chill. Helemaal mijn schatten. Het is echt een reunited week. Eerst met Samantha, nu met die meiden. Zo valt alles opeens altijd in 1 week samen. Maar ja, wel gewoon super leuk. Ultra Facial Cream van Kiehl's doen. Is ook echt super fijn. Niet een te zware crème. Gewoon
best wel licht en fris. Dat is wel top. Ik zie dat mijn batterij dus bijna op is. Maar dat hadden we al gezien. Dat hadden we al door. En dan doe ik natuurlijk altijd of course. Ook deed trouwens als lippenbalsem de Elizabeth Arden Eight Hour Cream. Fave ever. En de X-Lash doen we natuurlijk op voor de lashes. Oh, dit probeer ik elke avond te doen, maar het lukt niet altijd. Die moet je gewoon zo op doen als een eyeliner. Dit is gewoon een serum voor je wimpers. Maar ik heb nu een lash lip. Hoor trouwens. Nee, echt helemaal woorden. Chill. Ik heb nu dus een lash lip. Oh. Spul zit in mijn ogen. Maar niet uit. Time to sleep. It's time to sleep. Ik heb dus een wekker gekocht. Dat was echt €40. Ik weet ook niet waarom ik dit heb gedaan. Zo, ik loop wel stoned. Het komt echt door die serum. Goh. Ja, dat gaan we niet liggen. Er zit te veel meuk in. En die wekker, die maak je dus automatisch wakker met het licht dat hij geeft. Kijk, daar staat hij. Daar. Nou, ik ga lekker slapen, doei. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zaterdag. En ik ga zo even lekker sporten. Mijn haar is echt ontploft. Ik heb een lekker tostietje voor mezelf gemaakt. Ga ik opeten. En ik heb gisteren aangeraden gekregen, om Game of Thrones te gaan kijken. Dus ik ga dat kijken. Even creatine nemen. Also very important. Ik heb vanavond dus een Oktoberfest. Ik ben heel erg benieuwd. Hoe dat gaat zijn. Vorig jaar vond ik het dus echt heel leuk. Maar ja, we gaan het zien. Ik heb wel zo'n leuk pakje en zo. Dus ik ben helemaal benieuwd. Ik ga vanavond dan met Anne en Nina gezellig eten en klaarmaken. Ook met Joanne trouwens. Die komt volgens mij ook. En dan gaan we daar dus heen met z'n allen. En Stan is er ook. En het is gewoon zo warm. Ik heb gisteren gewoon in mijn blote benen gelopen. En gewoon, ik had niet koud. En het is vanavond. Ik ben gewoon op scooter naar huis gegaan met blote benen. Het is wel bizar. Het is bijna november. Dus de volgende is dat is het al november. Wat ik trouwens ook heb gekocht. Ik neem allemaal supplementen de laatste tijd. Nou, doe ik eigenlijk al heel lang, maar ik vergeet het altijd. Altijd vergeet ik het echt. Ik doe het één keer in de week. Dus wat ik heb gekocht is zo'n pillendoosje. Echt voor €4 heb ik er twee besteld op bol.com. En dan heb ik ze gewoon allemaal ingedaan. Er zitten twee haarnagel- of huidtabletten in. Visolie, ijzer, vitamine D en vitamine C. Dat is denk ik op het moment. Ik ben benieuwd of het beter werkt. Kijk, en deze ga ik dan gewoon hier neerleggen. Op mijn bureau. Van, daar word ik de hele dag aan herinnerd. Je moet dit nemen. Maar ik begin van de maandag. Alrighty, de girl is helemaal klaargemaakt. Ik heb mijn haar een beetje een strakke krul. Want dat past er maar wel een beetje bij dat Oktoberfest 5. Het zakt toch nog heel erg uit. Dit is mijn super schattige jurkje. Hoe cute. Nou, ik ben helemaal ready to go. Ik ga nu naar Nina. Dan gaan we gezellig met z'n allen eten. En vast een wijntje doen. En ik ben echt benieuwd. Ik hoop dat het gezellig wordt. Vast wel. Goedemorgen allemaal. Zo, mijn haar is een beetje krullerig. Hier. Ik ben met dat haar gaan slapen. Dus dan krijg je dat af. Dus dan eet het. Gisteren was wel gezellig. Nou, ga eens weg. Gisteren was wel gezellig. Ik heb er alleen helemaal niet meer gefilmd. En ik was gewoon op tijd thuis. Om. Zo, ik ben wel wit. Oh my god. Om 11:15 of zo. Dus dat was top. Dit vond ik top. En daar hou ik van. Dus ik ga even een keer mijn auto stofzuigen en schoonmaken. Want dat is very much needed. Ik ga een soort van healthy cheesecake maken, maar dan met Oreo. Maar de vulling is zeg maar wel meer healthy en meer proteïne en meer eiwitten. Dus dat gaan we doen. Nou, niet zo leuk nieuws jongens. Ik heb gehoord dat mijn opa is overleden. Mijn ouders zijn er ook meteen naartoe. Mijn opa zat wel in een verzorgingshuis, was ook dement en zo. Maar ja, het is natuurlijk altijd gewoon heel verdrietig en ik moest ook wel heel hard huilen natuurlijk. En het was gewoon een beetje een shock, want ja, het ging niet heel goed met hem, maar het is niet echt dat hij ziek was of zo. Dus ja, het is gewoon vervelend, maar sommige situaties ook goed. Het is soms beter. Het was
voor hem sowieso echt geen leven. Want hij zat in een verzorgingshuis, kon niks. At bijna niet. Kon eens lopen, weet je. Dus dat was allemaal niks. Maar het blijft natuurlijk wel gewoon verdrietig. Dus dan weten jullie dat. Ik denk dat ik hierbij ook gewoon de vlog ga afsluiten. Ik ga vandaag sowieso niet meer vloggen. Dus ik hoop dat jullie de vlog leuk vonden. Let me know. En heel erg bedankt voor het kijken. En ik zie jullie snel weer. Doei. Yes, I'll be on my way now. You just give me a...